Hoi allemaal, ik ben Bo en leuk dat jullie kijken. Vandaag ga ik het hebben over volwassen worden en ouder zijn. Want er is best wel iets heftigs gebeurd bij mij op school. Een paar meiden uit de tweede klas die ik echt bewonder, want ze zijn super cool en ze houden er allemaal kattenkwaad uit. Ze hebben lef, maar zien er ook volwassen uit. Dus nou ja, toen ik met hen omging, kwam ik erachter dat ze helemaal niet zo grappig zijn. Want ze doen juist hele nare dingen. Bijvoorbeeld een keer op school. Ze hebben toen echt de hele school overhoop gehaald en allemaal dingen geschreven op de muren, waar ik dus ook bij was. En even later ben ik toch naar mijn moeder gegaan om te zeggen wat ze hebben gedaan. En ze kon mijn eerlijkheid best wel waarderen, maar ze dacht ook dat het stom was omdat ik ze bewonder. En ze vindt dat ik zo snel volwassen wil worden. Maar ik dacht echt van, ja, waarom wil je niet snel volwassen worden? Ik bedoel, het is toch juist leuk? Totdat ik er echt over na ging denken en dacht ik van, ja, je hebt wel heel veel verantwoordelijkheid en je moet werken en je moet geld verdienen. En het ergste is dat als je een grapje uithaalt, je kinderachtig bent. Nou, ik heb liever grapjes uithalen, want ik weet gelukkig wel wat grappig is. Ik bedoel, spullen slopen is niet grappig. Maar dit? Dit is wel heel grappig. Kijk eens. Leuk hè? Nou ja, Fien komt zo thuis. En als ze thuis komt, dan gaat ze altijd automatisch weer naar de wc. Ik weet niet, ze denkt er niet eens meer bij na. Dus als ze zometeen hier op de wc zit, gaat het natuurlijk helemaal fout. En ik wil zo graag haar gezicht zien. Oké. Ja, als jullie dit leuk vinden, dan like het en abonneer nog even op het kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!